Ja jongens, dit verwachten jullie niet hè. Ik sta ineens op het plein en ik ben hier niet alleen. Ik ben hier samen met twee getalenteerde jongens. Aan deze kant hebben wij. En aan deze kant hebben we... Oh. Johan. Hey. Dit zijn Tom en Nasser. Deze twee mannen zijn twee ultieme voetbalpro's, zeg ik het zo goed? Dat zeg ik goed. Dat zeg ik goed. Jij bent een allrounder en jij bent... Yes. Wie is jou? Jullie zijn de ambassadeur van KNVB straatvoetbal. Yes, dat klopt. Hey. Hey. Ik heb 10 jaar op voetbal gezeten, hè? Wat we vandaag gaan doen, we gaan vandaag wat challenges doen. Ja, ik geef Tom de eer om dat even te vertellen. Wij gaan verschillende games doen. En de allereerste is de panna game. Het gaat erom, Harm, jij gaat tegen Nasser spelen. En in 100 seconden moet jij zorgen dat je minder dan 2 panna's krijgt. 100 seconden, hè? 2 panna's. Ja. Ik geef je die tweede ook nog. Maar als Nasser meer dan 2 panna's smaakt, dan heeft hij gewonnen. En de straf daarvoor is een kontje branden. Oeh, oké. Okay. Nou mag jij maar 3 keer schieten, alleen bij jou. Oké, top. Oké, doen we. Oké, zijn jullie klaar voor? Yes. Zeker, zeker. 3, 2, 1, doe maar. Wow. Hey, dat is 1. Oké. Harm, goed gedaan. Jullie zien het, hij heeft het heel goed gedaan. Ik ben buiten adem. Gefeliciteerd, Harm. Ik mag 6 keer op een reet schieten. Let's do that. Wow. Oh. Sorry, man. Geen probleem. Oh, ja. Oh. Yes. Hey. Ik doe de laatste ook super hard, ja? Ja, ja joh. Lekker. Oh. Ik raak steeds jou, hè? Oké, jongens, dat waren allemaal maten geschoten. De allerlaatste gaat keihard. Daar komt hij dan. In de kruising, what the fuck? Not even close, maar hij was wel goed in de kruising. Oké, jongens, ronde 1 heb ik gewonnen. Voor ronde 2 hebben we ook iets superleuks. We gaan namelijk freestyle tricks doen. Ik tegen hem. Deze is voor mij. Nasser komt goed. Jij hebt mij laten zitten, maar geef die best. Ja. Hij heeft voor mij gewonnen, respect. Oké, wat dus de bedoeling is, ik doe een trucje zo meteen. Hij moet die truc nadoen. Eén keer moet hij goed zijn. Als hij faalt, dan verliest hij. En daarna gaat hij een truc doen. Ik moet die dan nadoen. Ik ben echt gewoon a-technisch. Ik kan op zich wel voetballen, al zeg ik het zelf, maar... Ik ben niet zo technisch. Ik heb dus 3 kansen om dat te gaan doen. Als iemand van ons faalt met het nadoen, dan krijgt hij de letter H. Gebeurt het nog een keer, krijgt hij de letter G. En als laatste letter, ja juist jongens, de letter S. Dus een soort van ezel, maar dan met HGS. Dus let's fucking go. Oké. Hey joh, gaan even naar de kant joh. Oh, ja, blijf mooi zitten. Ja? Ja. Eerst boze, wat ook. Er zijn meer trappen. Kom maar jongens. En Kees! Kom ik er nou ook even op? Ja, je komt er nou ook op. Hey. Oké, dat moet je nou doen, hè? Dat moet je nou doen. Zo joh, die hond. Oh, slecht. Van die hele plekjes. Zo joh. Ja, dat je dingen zijn dat het ook anders wordt. Ja, ja. Je hebt 1 kans, hè? Ja, ik niet nodig. Ah. Ja, ja. Bijna! Fuck it! Jammer, bijna!
Ja! Hey! Yes! Oké, prima. Oh, ik had het niet al. Oh, dat was een tweede al. Oh nee! Ja, ah, die was wel heel klein, man. Oh, nog klem erbij. Oké, okay. Die was nice met klem erbij. Oh. Ja, ja, ja. Oh! Hé, hey, die moet er ook bij. Ja, ja, ja. Die moet erbij, hè? Ja, ja, ja. Ja, die moet erbij. Deze. Nee, die laatste niet. Nee, dat was niet laatste. Dat kan ik niet. Ik heb het. Hey! Wow, wel meer dan 3 seconden. Ja, super. Ja. Handbas piekpijp. Handbas piekpijp, perfect. Nog een rondje. Wow, ik moet ja, 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 ja. Ik ken je nog maar net, maar ik ga je nu al pijn doen. Oké, okay, doe maar. Opnieuw, okay, opnieuw. Oké, die viel mee. Ja? Je mag doen wat je wil, man. Die was mis. Maar je schande hem, hè? Dus hij telt wel, denk ik. Hij telt wel. Iets kleins. Oké, okay, die was ja, wel clean. Die was wel... Ja. Maar je raakt het als een man. Ik neem hem als een man, man. Ik neem alle pijn als een man, hè. Oh, pijn is pijn, bloed is goed, snijden, dat soort goed. Oh joh, ik dacht die jeuk is leuk. Die er ook nog bij. Oké, mensen, we zijn aangekomen bij de laatste challenge. De welbekende crossbow challenge. Jullie weten natuurlijk dat ik hier super goed in ben. En daarom ga ik dit easy winnen. Degene die het eerst 3 keer lat heeft geraakt, die wint. En de andere 2 verliezen dan. En de verliezers, die moeten natuurlijk de running man doen. Dus laten we beginnen. Let's go. Deze ronde heb jij eentje, Arm. 2-2-0. Cristiano, kom maar op. Fuck man, nee. Als ik eerst op de ronde ga, dan ga ik een no-loopje. Oh, yes, liefde voor de bal. Liefde voor de bal is alles. 2-1. Oeh, bijna! En dan wil je hem horen, en dan wil je hem horen, en dan loop je naar die camera toe en dan... Oké, okay, dat ik vind dat wij ook moeten. Dat was de paal! Als zij kan. Dat was de paal! Als de paal. Ik hoor een lat! Daaah! Huh? Gezien dan? Oeh, zo close. Ja? Bijna! Close, man. Ik wil eigenlijk nog even vies in de kruising. Ja. Okay. PV Bas. Zo! Was die? Zo! Zo! Oh, was die kruising? Oei, oei. Ja. Ik ga hem nadoen hoor. We moeten hem. Of ik ga mijn nek breken, of ik doe het.
Gaat fout. Oké mensen, dat was alweer de video. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Allereerst wil ik Nasser en Tom bedanken voor het meedoen deze video. Hun zijn twee van de vier ambassadeurs van de KNVB straatvoetbal. Daarnaast heb je ook nog Rocky en Giant. Zij zijn de andere twee ambassadeurs. Shout-out naar hun alle vier. En dan heb ik nog een leuk extraatje. Op 25 juni, op die dag zijn de nationale KNVB straatvoetbal games. Daarvoor kan jij je aanmelden. Ik zal zeker even kijken in de beschrijving. En misschien zie ik jullie daar. Of zien jullie alle vier ambassadeurs. Dus check het ook eens even zeker in de beschrijving. Ook de links van Nasser en Tom staan in de beschrijving. En dat checken jullie de volgende keer. Klik op dat blauwe duimpje omhoog. En later.